Hoe zou je deze avond omschrijven? Pijnlijk. We gaan met een gevoel van schaamte van het veld. Het publiek verdient beter hier in Breda. En we moeten in de spiegel kijken, want dit is heel vervelend. Hoe kan het gebeuren? Dat is een makkelijke vraag, misschien een moeilijk antwoord. Ja, tegen een ploeg als Ajax, als je achterkomt, dan weet je dat het moeilijk is. Dan kunnen hun nog meer op balbezit spelen. En als je ziet dan wat er met ons team gebeurt na een achterstand, dan is dat gewoon niet nakwaardig. Dat is gewoon, spelers pakken hun verantwoordelijkheid niet. En iedereen moet in de spiegel kijken. En dat begint bij jezelf. Dus dat moet nu zeker gebeuren. En wat zie je dan als je in de spiegel kijkt? Nou, dan zie ik ook gewoon dat ik niet heb, helaas niet heb kunnen laten zien wat ik wel kan. Dan denk ik, het is lastig om je eigen spel te beoordelen als je met 0-8 verliest. Dan is het gewoon niet goed genoeg. Dan kan ik hier wel op zeggen van, ik heb iets goed gedaan, maar dan is het gewoon niet goed genoeg. En dan ga je met 5-0 rusten. Heb je dan niet zoiets van, laten we maar gewoon affluiten, blijf in de kleedkamer, mooi geweest? En dan moet je nog een hele helft. Ja, het publiek betaalt een kaartje voor 90 minuten voetbal. En het 5-0 achter, zeg het maar. Maakt niet uit op welk niveau je speelt. Dat is geen fijne ruststand. Maar ja, maak een goaltje voor het publiek. Laat in ieder geval de wil zien om er wat van te maken. En het is geen lekker gevoel om met die tussenstand, ruststand het veld weer op te komen. Nee, en dan ga je uiteindelijk dus met 8-0 vanaf. Dat rijst bij mij de vraag, is dit NAC wel Eredivisie waardig? Of is dat te kort door de bocht? Die vraag is wel, die mag u zeker stellen. Want op dit moment, vanavond zeker niet. Alleen het is aan ons om dat om te draaien. En daar, deze avond geeft daar misschien niet heel veel vertrouwen voor. Maar het is nou eenmaal een feit dat er nog heel veel wedstrijden moeten worden gespeeld. En nog is het begint bij jezelf. En ik moet karakter tonen. En niet het hierbij laten zitten. Want het publiek verdient niet omdat wij nu dit seizoen opgeven en zeggen van laat allemaal maar zitten. En eerlijk gezegd heb ik daar zelf ook te veel trots voor om het maar te laten gebeuren.